FC Utrecht heeft zich versterkt met Remco Balk. De 19-jarige aanvaller komt per direct over van FC Groningen en tekent in de Domstad een meerjarig contract. Hij heeft getekend voor 4,5 jaar en dat is voor de lange termijn. Maar het is een jongen met potentie die we verder willen ontwikkelen en die past bij onze ambities. Ja, ik had natuurlijk met Utrecht gesproken in januari en ze kwamen echt met een goed plan voor mij. En als ik, natuurlijk hoop ik zoveel mogelijk in het eerste minuut te maken, maar als ik daar dan niet speel, kan ik in jong spelen. En ik denk dat het belangrijk voor mijn leeftijd is om veel te spelen, zodat ik me het beste kan ontwikkelen. Jonge spelers proberen verder te brengen. En dat proberen we natuurlijk vanuit onze opleiding. Dat zie je met een Tommy Santiago, nu een Mokono. Maar ook jongens die we van buitenaf kunnen halen, wat kansen voor ons zijn. En als je zo'n talent aan je club kan binden, dan zijn we daar uitermate tevreden mee. Ja, hey, en dan een contract voor 4,5 jaar. Jij denkt, pak het gelijk goed aan? Ja, dat is natuurlijk lang, 4,5 jaar. Maar ik denk dat het wel het beste voor mij is. We waren er al heel blij mee dat we hem voor komende zomer hadden kunnen vastleggen. Maar ik denk dat het voor iedereen mooi is dat hij nu die stap kan maken. Hij kan dit half jaar gebruiken om zich aan te passen. Hij kon ons eigenlijk nu al helpen. Nu kan ik ook wennen, want ik ga voor het eerst op mezelf natuurlijk. Andere club, andere omgeving. En het fijnste is gewoon wat nu te gaan. Want ik had mijn pijlen er al op gericht, dus dat is wel fijn. Ja, nu zijn we ook nog een keer met Groningen tot een passende oplossing gekomen om hem eigenlijk nu al naar Utrecht te halen. En daar zijn we heel blij mee. Ja, ik ben Groningen heel veel dankbaar. En ik heb daar natuurlijk mijn kans gehad, in de jeugd gespeeld. En ik blijf ze ook voor altijd dankbaar. Maar de hoop is nog zeker niet opgegeven. Utrecht, een van de clubs die interesse in Balk zou hebben, mocht het daadwerkelijk mocht hij er niet uitkomen met FC Groningen. Twee weken geleden heb je je debuut al gemaakt in Stadion Galgenwaard, dus die hoef je niet meer te maken. Nee, ik heb hier al gespeeld. Ja, het was 2 minuten. Maar toen speelde ik voor FC Groningen. Ik hoop snel mijn debuut hier te maken voor Utrecht natuurlijk. Wat is het perspectief voor Remco op de korte termijn bij FC Utrecht? Hoe moeten we dat een beetje voor ons zien? Nou ja, het is een aanvaller met specifieke kwaliteiten. En het is iemand die energie brengt, snelheid brengt, diepgang. En dat is iets wat we weer toevoegen aan onze selectie. En hoe ons hij kan helpen, dat is in de wedstrijden zoals die ook bij Groningen is ingevallen en heeft gespeeld. Ja, ik zie mezelf eigenlijk, ik ben gewoon een echt aanvaller. Ik denk dat ik op alle 3 of 4 posities wel uit de voeten kan. Maar ik denk ook gewoon een voetballer die een vrije rol moet krijgen en dan gewoon zichzelf kan laten zien. Maar ik vind het met name het beste als hij als een soort 9,5 speelt, rondom een spits. Hij kan als spits spelen, maar dan is hij heel dynamisch. Maar hij kan ook achter de spits spelen. En hij kan zichzelf ontwikkelen natuurlijk bij de minuten die hij kan maken bij het eerste elftal. Maar ook zeker is het natuurlijk de bedoeling dat hij wedstrijden gaat spelen in Jong Utrecht om zichzelf verder te ontwikkelen. En dan hebben wij er alle vertrouwen in dat hij een mooie toekomst tegemoet gaat als voetballer. Maar hier ook bij FC Utrecht.